Dit is een video over het inspringen van OpenStreetMap-code. Je hebt inmiddels wel gemerkt dat je, als je dingen verandert in OpenStreetMap, dan kan het gebeuren dat je af en toe ergens iets voorzet of ergens iets achterzet. En ik heb je eerder wel gezegd dat inspringen daarbij belangrijk is. Maar als je dat niet gedaan hebt, dan zul je gemerkt hebben dat dat geen invloed gehad heeft op de werking van je code. Ik heb hier een voorbeeldje en daar zal ik dat ook laten zien. De reden dat het toch belangrijk is om wel goed in te springen is dat het anders onleesbaar wordt, zowel voor anderen. Op het moment dat je zegt van, goh, kunt u me hiermee helpen, dan is het wel belangrijk dat je code hebt die ook leesbaar is, want anders kan ik ook geen hulp geven. En aan de andere kant ook voor jezelf, als je zegt, ik snap helemaal niet wat hier gebeurt, inspringen helpt erg veel om te begrijpen wat er eigenlijk aan de hand is. In OpenStreetMap heb je heel veel dingen die op andere dingen werken. Dus je hebt bijvoorbeeld, zoals je hier ziet, een translate. En die heeft werking op een aantal voorwerpen die dan verplaatst worden. Dus die horen daar eigenlijk bij. Daarvoor is dat inspringen bedoeld. Dat je dus laat zien van, ja, deze dingen die horen bij elkaar. Het ding wat ergens op werkt staat eerst op de gewone inspringniveau. En dan de dingen waar die op werkt staan één niveau verder ingesprongen. Nou, ik heb hier dus een voorbeeld waar ik helemaal niks heb ingesprongen. Als ik nu zeg van laat eens zien wat het doet, dan werkt dat wel gewoon. Wat ik hier heb is een kubus en er zitten wat gaten in. We gaan eens even kijken hoe dat, wat het allemaal doet. Ik zie al dat ik hem niet helemaal ga maken zoals ik bedoeld had. Ik maak deze eentje kleiner. Nou heb ik hier een mooi getrapt dingetje in zitten. Dat kun je hier zien. Wat we hier dus hebben is een kubus en daar zijn dingen uitgehaald. De dingen die er uitgehaald zijn, dat is dus die difference, die zegt ik heb een kubus en al de rest is er uitgehaald. Nou moet ik dus alles waar die difference op werkt, dus zowel die kubus als de dingen die uitgehaald zijn, moet ik even inspringen. Want dan is duidelijk, dit hoort bij de difference. Nou, datzelfde geldt hier voor die translate. Hier, deze, die hoort daarbij. Dus als ik hem inspring, dan helpt dat. Nou is het zo dat deze, die moet ik eigenlijk ook inspringen. Want als ik dat niet doe, dan lijkt het alsof ik dit bedoel. Even kijken, hier. Zo. Op deze manier zou het zijn als ik hem niet zou inspringen. En dan heb ik dus dit figuur. Dan haal ik de grote platte kubus, die halen, of nou ja, de balk, haal ik hier weg. Terwijl de andere kubus hier, als ik ze samen onder de translate hou, dan ziet het er heel anders uit. Maar als ik hem niet inspring, dan lijkt het eigenlijk alsof hij er niet bij hoort, terwijl het wel zo is. Dus dat is onduidelijk, dus vandaar belangrijk om dat wel te doen. Als je dingen toevoegt aan je code, past dan daarom ook meteen het inspringniveau van alles aan, zodat het wel op orde blijft. Anders is het niet goed te lezen en dan maak je fouten en dat moet natuurlijk niet. Daarom is inspringen belangrijk. En als je dus dingen wil vragen, zorg dat je eerst het inspringen op orde hebt. En dan pas kun je gaan vragen wat er mis is met de code die je hebt gemaakt.